Ik wil graag een arts zijn die naar de hele patiënt kijkt. En ook alle achtergrondverhalen en nog wat verder denkt. Ik wil heel graag een arts zijn die zowel de patiënt, maar ook de maatschappij centraal stelt in mijn handelen. Dus waarin ik kijk naar enerzijds wat heeft de patiënt tegenover mij nodig en hoe kan ik die helpen om gezond te zijn, te blijven of te worden eigenlijk. En anderzijds, hoe kan ik bijdragen als arts aan een gezonde maatschappij die op een gezonde manier op deze planeet leeft. En wat wij als artsen kunnen doen om bij te dragen aan verduurzaming van de zorg. Want het is nu, naar mijn mening, wordt daar nu nog niet heel veel mee gedaan. En ik zou er wel graag aan bijdragen dat wij ook iets kunnen doen om onze carbon footprint te verminderen en alsnog zorg van kwaliteit te kunnen leveren. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk in mijn beroepsuitoefening. Met name omdat er een grote link is tussen klimaatverandering en gezondheid. En ik denk dat daar nog veel te weinig aandacht voor is. Ik denk dat gezondheid veel breder is dan alleen het lichaam en de psyche. Dat er zoveel invloeden van buitenaf zijn, zoals het klimaat, sociaal-economische omstandigheden, die allemaal invloed hebben op onze gezondheid. En iedereen heeft daar eigenlijk wel mee te maken. Dus gezondheid is een veel breder iets dan alleen maar het lichaam.